Wat doe je hier nou? Wacht even. Is dit een grap? Wat? Hier? Huh? Wat doe je? Huh? Is het jouw telefoon? Ja. Ah. Ik zit het te flikken. Nee, serieus, waar is mijn telefoon? Ik heb hem net nieuw. Zal ik even kijken? Ik ga je... Loof je dat niet? Oké, okay, mag ik je ene arm vasthouden? Weet je wat? Is het jouw telefoon? What the fuck? Is het jouw telefoon? Ja. Top. Dankjewel. Kom eens even bij mij, Koes. Wat gebeurde er? Weet ik niet. Hij gooide op zijn telefoon in het water. Je bent een beetje in shock, hè? Ik heb mijn telefoon sinds donderdag, weet je wel. Dus ik dacht van, oké, ik moet hem vastpakken. Iemand moet mij helpen, maar hij hielp mij niet. Meneer, wilt u mij helpen? Meneer, hij heeft mijn telefoon. Nee, hoor je dat? Die zit in het complot. Iedereen hier die eromheen zit, zit in het complot. Gaat je niet je telefoon uitlenen aan iemand die je niet kent? Ja, dat doe ik niet, hoor. Tegenwoordig lopen ze hard weg. Ik ben gewoon van een jongen hier op straat. En om ervoor te zorgen dat niet gebeurt, heeft deze knul wel een heel heftige methode verzonnen. Dat ik in mijn creditcard moet geblokkeerd worden. Pap, dadelijk is dat geld van mijn rekening af voor Costa Rica. Pap, giet nou op, god. Ah, godverdomme, man, schiet nou op. Hé! Hey. Rustig. Kom even. Sorry. Waar is mijn telefoon? Waar is mijn telefoon? Dit is niet normaal. Hij wordt gewoon vol op zijn bek geslagen. Vol. Dit is echt niet de bedoeling. Wat? Oh. Ja, dit is wel sensationeel dit. Oh, gaat het? Ja, hij heeft een klap gekregen van je. Ah! Ah, jongen! Rustig! Nee. Ik sla never, nooit sla ik zomaar iemand of zo. Maar ik denk van, ja, dit kan je toch niet maken? Daar geloof ik helemaal niks van. Jij doet zonder na te denken in 1 seconde sla je hem op zijn bek. Ja, maar dat is een reactie. Ik zie hem mijn telefoon. Ik denk, hij gooit mijn telefoon gewoon. Hij wordt gek. Ah, godverdomme, man, schiet dan. Rustig, wacht even. De grote dag is daar. Veruska wordt door haar beste vriendin Lisa voor de gek gehouden. En dat vergt nogal wat voorbereiding. Met mannenmacht wordt gewerkt om de perfecte truc uit te halen. Thijs, ik wil je eventjes voorstellen aan de goochelaars die jouw winkel op zijn kop gaan zetten. Dus Luc, hi. Jochem hi. En Andrew. Sir, Andrew Miller reporting for Magic Journey, sir. Dat is vervelend uit. Ja. Dit soort dingen gaan nog vaker gebeuren. Ja, gezellig, ja, nou dat beloof wat. Nou, het is te hopen dat Veruska iets meer onder de indruk is. Ondertussen wordt de hele winkel volgehangen met trucs en afluisterapparatuur. Ja, het komt er nu allemaal op aan. We gaan zo meteen beginnen en ik vind het heel spannend. Want we hebben maar 1 kans om 1 persoon in de maling te nemen. Normaal heb je met tv alles in de hand. Heb ik de touwtjes in de handen, maar nu zijn de goochelaars dat. En alleen zij weten hoe de trucs werken. Hebben jullie dit al een keer eerder gedaan? Want ik heb nog nooit eerder zoiets als dit gezien. Nee, dit is nog nooit gedaan. Als je zo helemaal voorbereidt met 3 goochelaars die de boel helemaal inpakken en alles uit de kast halen, ja. Jij kijkt eventjes in de spiegel. De timing moet perfect zijn, dus alles wordt nog 1 keer doorgenomen. Overal camera's, overal zit geluid. Voor mij is het tas. En dit is het moment dat het moet gebeuren. Straks zie je Veruska's reactie. Maar nu eerst naar de vinylshop. Want als je de platen op de goede manier aanraakt, kan je daar heel wat informatie uit halen. Oh, kijk. Oh, dit is staan. Je houdt niet wel van de goede muziek. Ja, toch? Ja, het is allemaal, hè? Ja, volgens mij is hij ook gewoon goed. Hoe deed die truc trouwens? Truc? Ja, je kan hem gewoon met je vinger als je hem nat maakt. Maar waarom hoor ik niks muziek? Ja. Dat werkt zo. Wanna try? What the fuck is that? I never heard that before. Yeah, if you just wet it a little bit. Are you serious? Yeah, you can do that. No. Yeah, it's true. Fuck, they have never done that before. Do you know about hidden tracks? On records? Yeah, they put them on the... On the sides, yeah, really? Yeah, definitely. Like it, it's selling. See? Man, you're fucking with me here. That's serious. Don't be mad on me. I don't know how you're doing that, but you're fucking with me. Je bent een goochelaar. Wie weet. Skateboarden lijkt een redelijk veilige hobby. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Helemaal als je goochelaar bent en je lichaam in 2 kan splitsen. Ah! Help! Ah!
Ah, shit. Nou, zeg. Ja, dit, zoiets heb je nog nooit gezien. Dus. Weet je hoe ze dat noemen in de volksmond, dit? Een ramptoerist. Een ramptoerist? Ben ik nou een ramptoerist? Weet je. See that shit. What happened? No, oh, it's one of those. Kom hier, kom hier. Het is zover. Verouska is er. Na een hapje in de sushibar heeft Lisa Verouska meegelokt naar de winkel. En hier staat haar nogal wat te wachten. Oh, ik zit op een stoel, dat vindt wel pijn. Oh my god, Lisa, ik speel zo erg. Verouska! Ben je dit echt serieus? Wat is dat? Oh my god, Lisa, ik moet... Lisa! Dit geluid... Katie! Zo! Verouska denkt dat ze Lisa meehelpt zoeken naar een jurk voor een themaavond. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ondertussen houdt Gwen alles nauw in de gaten vanuit een kantoortje achter in de winkel. Wat zien ze er lekker ontspannen uit en net lekker een hapje wezen eten, lekker samen shoppen. Maar Verouska moest dus weten wat we voor haar in petto hebben. Kan je please op me wachten? Nee, ik ga weg. Ik krijg al een beetje van smetvlees. Toch, heb je dat niet, Luz? Smetvlees? Ja, als je op mijn ogen hebt aan. Ik zit op een stoel, dat vindt wel pijn. Wat gebeurt er? Ik weet het niet. Ik voel het, leek alsof iemand in mijn bil kneep. Je bil kneep? Lisa, die sushi, ik heb dat ik vind niet gewoon aan het spezen. Maar ben ik gewoon zelf ook gegeten volgens mij. Ah, dat is echt pijn. One down, five to go. Tijd voor Jochem om in actie te komen. Wat vind jij van de schoenen? Oh, ja, wel leuk hoor. Een beetje felle veters, vind je niet? Ja, dat wel. Maar dat ik wel. Jij bent een vrouw, dus ik denk, check even wat jij ervan vindt. Nee, het is wel leuk. Ik heb het uit zo'n hekel aan je veten stikken, maar ik doe het even zo. Wat? Dat is beter, toch? Ja. Ja, ze zijn met twee tientjes. Ik doe er andere veters in. Oh my god, Lisa, ik speel zo erg. Ah, Farouche, je gaat nog veel meer spacen, ben ik bang. De man die naast ons staat, heeft iets van ingevulling. Nee, tuurlijk niet. Misschien moet je zitten. Nee, ik ga niet. Zelf nog een outfit. Misschien, van, Let maar eens op die tassen. Deze tassen, is dat leuk? Is dat een tas of zo eentje met zo'n ster erop? Is dat wat voor je? Nee. Nee, die. Ik kan niet zeggen, misschien meer. Please, schiet op me. Ik snap dat ze weg wil. Maar we zijn nog lang niet klaar. Nee, want kijk goed in de linkerhoek. In 3, 2, 1. Zo. Wow, wat was dat? Was jij dat? Nee, ach nee, ik stond hier. Jij staat er het dichtst in de buurt, toch? Oh my god. Wat was Lisa? Dat voor ons? Dit geluid. Kati, kun je even stof voor een blik? Serieus, maar er is echt iets in deze winkel. Omdat het vintage is, misschien. Tijd voor de laatste truc, voordat Verouska echt de winkel uitrent. Hallo, moet someone hurry up, please? Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan hebben we Andrew. En Andrew kan zich heel snel omkleden. Hallo? Is het going to be long in there, or? No, just... Oh, yeah? Come out. Yeah. I've been waiting ages, mate. I'm getting pissed off now. Yeah, sorry. I really think this is a nice jacket, man. Oh my god, Lisa, ik moet... Lisa! Wat, man? Ik vind het een nice jacket. Ja, is goed. Wat deed je nou? Ik zit op het space, of ik blijf dat ik de enige ben te zien. Nee, niemand heeft dit hier even gestopt voor ons. Oké. Hoi. Hi, weet je het? Ja. Dus kan jij? Ja, dat kan soms wel eens zijn. Is het een nieuwe pas van je of niet? Of is het een oude pas? Of is het een nieuwe pas? Nee, gewoon een normale pas. Nou, soms kan je hem een beetje, als je een klein beetje buigt, dat hij het wel beter doet. Nee, maar niet stuk maken. Nee, dat maakt niet. Oh. Dat maakt niet uit. Een klein beetje buigen alleen. Een klein beetje. Zo. Ja, nu doet hij het helemaal niet meer. Nou ja, sorry, wacht. Ja, daar kunnen we ook niks mee eigenlijk. Nee, wacht! Ja, maar daar kun je niks meer mee. Meen je dit? Echt serieus? Die past toch niet meer bruikbaar? Ja, maar je kan toch niet mijn pas gewoon knippen?
Ja, ik heb geprobeerd te buigen, maar dat lukte niet. Wat is dit voor onzin? Heeft ze, ik vind het echt niet leuk. Ja, sorry. Ja, sorry, spijt me. Nou, jij gaat gewoon mijn nieuwe pasje betalen hoor. Doei. Maar heb je geen contant bij je? Nee. Oké, dit is de druppel. Ik ga naar haar toe. Ze heeft alles meegemaakt. Het is genoeg geweest. Nou, we blijven hier staan tot je oké. Hey, Veruska, is dat misschien jouw pas? Ja. Lisa, wat is dit? Wat is er allemaal gebeurd? Nou, er gebeurden allemaal rare dingen hier. Ik ging op die stoel zitten en... Ik weet niet, ik voelde of zo een soort van... Van die shockjes, weet je wel. Oh, ik zit op mijn stoel, dat is best wel pijn. Ik zag gewoon een tas bewegen. Een man die in ene gewoon zijn jas aan had. Oh, really think this is a nice jacket, though. Oh my god, Lisa, ik dacht even serieus, want ik was gedrogeerd net en ik was gewoon echt heel erg aan het space was. Dus ik moest helemaal huilen. Moest je huilen? Ja, ik zat in de kleedkamer te huilen omdat ik gewoon echt dacht van oké, ik space nu zo erg en ik moet gewoon niet weg ofzo. Hey, weet je hoe dat komt? Waarom iedereen zo rustig was, iedereen hier? Nee. Iedereen zit in complot. Oh! Nee, hoezo? Wat is dit eigenlijk? Welkom bij Crazy. Oh, oké. Okay. Elkaar even een dikke knuffel. Yes, dat was hem dan. Dit was Crazy. Het programma waar niets is wat het lijkt. Blijf goed om je heen kijken, want magie is overal. Welkom terug in de Green Room van TV Lab. En dat was Crazy. Ja, Mark, dat was eventjes een onvervalste agressie in dat programma. Ja. Hoe is erop gereageerd? Ja, nou, over het algemeen sowieso. Het programma zelf vonden sommigen het echt geniaal. Of sommigen die vonden het bananensplit plus, als het ware. En inderdaad, die klap. Nou ja, ik weet niet of mijn vechtleraar of Fedor het echt een klap zou willen noemen. Maar, is zelf die ook vecht wordt, hè? Ja, klopt. Ja, het was een beetje... Ik zeg niet te veel, want volgens mij is die in de buurt. Maar er werd inderdaad wel flink over getwitterd, inderdaad. Dat... dat hij op zijn bek werd geslagen. En terecht ook, vond Felix. Dus terecht de hengst richting de goochelaar. Ja, hij staat erachter, de eenmans knokploeg. Kom er even bij, zou ik zeggen. Ja. Hou je rustig. Ja, wat ik me af zat te vragen, ik zit dit net te kijken. En ik denk, was dit nou gescript? Hoor jij erbij of was dit echt? Nou, je zou bijna denken, nee, maar het was echt. Ja. Het was echt? Ja, ik stonk er vol in. Je kreeg gewoon een soort waas voor je ogen en je dacht, ik ga er even bovenop. Nou, het was meer dat ik dacht dat ik zelf belazerd werd. En ik zag een andere telefoon aan zijn oor. Ik denk, ja, hier klopt iets niet. En voordat je het weet, gebeurt er zoveel. Je hebt geen tijd om te schakelen en uit de reflexen. Ja, want ik heb dat altijd met clowns, hè. Ik word ook heel agressief van clowns. Heb jij dat met goochelaars? Ja, dat blijkt, ja. Ik denk het wel. Ja, wat wonderlijk. Ja. Ja, wel leuk dat je er eventjes was. Ik zeg, ga daar aan de bar staan. En ook voor die mensen daar, houd een beetje rustig. Ik ga lekker een biertje drinken. Oké, dankjewel. En dan zoeken we nu even contact met Arie Boomsma. Want